Trainer Marinus Dijkhuizen, is dit typerend voor jullie seizoen? Ja, ik denk het wel. We spelen een prima wedstrijd. Eerste helft redelijk, verdedigend goed. Na de goal toen niet top. Tweede helft hele goede goal. Een geweldige bal van Brian. Een goed afmaak van Kevin. Kevin nog kans op 2-0 met Martijn. Ja, valt toch ongelukkig 1-1. Nou, dan gaan we alleen de keeper of maken we 1-2. Nou, ik hoef de beelden echt niet te zien, want die is absoluut geen buitenspel van Kippensluis. Dat is gewoon de 1-2. Nou, dan gaan we twee keer de fout in en het is 3-1. Daartussendoor schieten we gewoon een bal van Justin kiezelhard op de lat. Ja, dus we kunnen onszelf niet belonen ondanks het goede spel. Nee, en wat gebeurt er precies bij die 1-1? Want daar was ook veel tumult, hè? Ja, in mijn beleving, maar ik stond er ver vandaan en ik ben geen scheids, was het gevaarlijk spel bij Robert. Dan laat doorgaan en in de kluts komt hij op rechts en wordt hij binnengeschoten. Ja, en dan word jij naar de tribune gestuurd. Waarom precies? Weet ik niet. Ik deed mijn been hoog. Ik deed de overtreding na, zeg maar. Voor de rest niks gezegd. Dus ja, een beetje flauw, maar het zal er wel de regels zijn. Beetje karate trappen à la Van Gaal, moeten we daaraan denken? Ja, zoiets. Maar volgens mij kom ik niet zo hoog. Nee, je speelt een goed eerste uur. Maar daarna lijkt de ploeg wel uit elkaar te vallen. Vooral na die 2-1. Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje logisch. Hè? Die jongens waren natuurlijk ook een beetje gefrustreerd. Dus 2-1. Aan de andere kant was dat nog wel een bal van Mathieu toen we 2-1 stonden op de lat. Ja, je gaat natuurlijk steeds aanvallende wisselen, aanvallende spelen. En dan is het, ja, hun hebben gewoon een hele goede ploeg, met name voorin. Ja, dan krijgen hun veel kansen. Dus dat is dan een beetje inherent aan het spel. Ja, ik noem het gefrateerd, maar het kan uiteindelijk ook nog 4-5-1 worden, hè? Ja, dat kan. Maar dat is zwaar. Het is nu al geflatteerd. Het is nu al onverdiend. Maar dat kan. Het ligt zo open. En hun, wat ik zeg, hun hebben zoveel kwaliteiten. Ik snap de ploeg wel. Die wordt ook mentaal dan... als je al staat waar je staat en dan zo goed speelt en dan toch weer verliest, dan is dat voor de jongens ook heel frustrerend. Ja, ik krijg op de tribune te horen, hoe kan Cambuur zo laag staan? Want jullie staan nu 17e. Ja, dat is Cambuur onwaardig. Ja, eens. Maar ja, complimenten hebben we niet zoveel. Aan de kant geven het wel houvast. Als we niet goed zouden spelen, zouden we helemaal heel raar staan. Maar ja, het is wel een hele vervelende situatie natuurlijk, dat is duidelijk.